Eigenlijk is het niet zo'n heel... Is toch geweldig? Waarom mag het nou niet doen? Nou, is het flauw? Ik heb hier een pianootje. Nee, nee, niet het pianootje. Jawel, Jeroen. Nee. Een pianootje. Het gaat over het vuurwerkverbod. Maar ik wil vuurwerk afsteken. Ik ga hem indrukken. Niet indrukken. Jawel, dan gaan we vingertje. Soms denk je van, wow, de draad ben ik kwijt. En denk je, hè, en dan zie jij de dingen allemaal even niet meer scherp. Daarom is het nu dus de hoogste tijd voor een heel simpel liedje. Over een superstom onderwerp. Het vuurwerkverbod in 1 minuut. Here we go. Een vuurwerkverbod moet de zorg aan ontlasten. Geen knal en geen zing en geen pof, dus meer gasten. Er was wat verwarring om wat er op slot gaat. Want Giel dacht dat het om een uurwerkverbod gaat. De zorg is nu happy en blij worden. Ook de dieren, de honden die hebben nu eindelijk wat te vieren. Het blijkt zo ongezond dat ze janken en kwijlen. Wij dachten dat de hond juist zo dol was op pijlen. De branche zegt incidenten komen niet zoveel voor. Vaak is het illegale bende trouwens hiervan de oorzaak. Maar het blijkt dat 1300 patiënten vrij normaal is. Door vuurwerk dat voor 80% gewoon legaal is. En Niels, jeetje Mina, ik snap het wel, een ietsie pietsie. Mijn familie komt uit China en bij ons was dat traditie. Mooie pijlen, 1000 klappers en dan snel. Naar achterdijn ze dat het hoort bij mijn familie. Ja, ik ken ze wel, dit zijn ze. Ook is dat verbod haast niet te handhaven bovendien. Ik denk dat veel boa's toch wel sterretjes zullen zien. Met al die korte lontjes is het niet zo'n goed idee. De boa's vliegen rond straks naar de IC.